gaat Mietje aan de wandel. Hele goede bal trouwens en een schitterende goal voor AZ. Boadou rond het af. Belangrijke rol zoals zo vaak voor Frederik Mietje. En dan is er geen Feyenoorder meer in de buurt om hem af te stoppen. Geweldige voorzet, perfect op maat voor Marwan Boadou. Karlsson. En één momentje voor AZ en het is natuurlijk wel gedaan. En daar is dat momentje, dat komt van Koopmeiners in samenwerking met Karlsson. Reinders. Gudmundsson. En dan is het afgelopen. De 3-1 van Gudmundsson. Nu kan AZ eruit. Er is ruimte voor Alkmaar. Het is ook een schitterende bal van Stenks. Zo valt er wel wat te genieten in het eerste kwart van deze wedstrijd. Boadou. Boadou zelf. Boadou! 1-1. Marwan Boadou. Deze heerlijke bal van Kelvin Stenks. De goede snelheid. Ja, er is niemand. Er is geen steun. Boadou moet het zelf doen. Mooie bal dit zeg. Aboghlal. Nu dan. Aboghlal. Ja. Wat een heerlijke assist. Legt hem daar goed terug. Gudmundsson. Stenks. Nou, dat is dan 1-0 voor AZ. Ja, dat kan niet meer missen voor Boadou. Geweldig. Door het midden gespeeld. Het is goed gespeeld door Karlsson. Wijndal komt hier ineens de mogelijkheid voor AZ. En de goal ook van de Aboghlal. Wijndal die tekent voor zijn vijfde assist deze competitie. Uiteindelijk gaat die bal keurig binnen. Zeg. En daar is het dan 3-1. Het is allemaal te danken uiteindelijk aan het goede werk van Reinders. En De Wit tikt dan binnen. Hier meenemen De Wit, dan is de keeper kansloos en is het daar al vlot 1-0 alsnog. De negende minuut, als De Wit de 1-0 aantekent. Wijndal. Wijndal, mooie bal van Wijndal. Boadou voor zijn tweede en zo is het gelijk. 2-2. Prachtige paas, andermaal. Want de assists in deze wedstrijd zijn van een hoog niveau. Zo begint AZ zo langzamerhand warm te draaien. Gudmundsson. Nu is het wel raak. En dat is een hele mooie. Van Albert Gudmundsson.